Reisdoelen stellen voor het nieuwe jaar 2020. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Taïna van het kanaal Live Love Travel, het kanaal voor al je reisadvies en reisinspiratie. Het nieuwe jaar is begonnen en ik neem dit op Oudejaarsdag, vandaar dat ik er wat feestelijk uitzie en er staan oliebollen naast me. Maar goed, als jullie dit zien, is het nieuwe jaar echt van start gegaan. En daarom leek het me leuk om reisdoelen te stellen voor het jaar 2020. Voordat ik echt van start ga met deze video, wil ik je graag er nog op wijzen dat er momenteel een winactie op dit kanaal loopt. Je kan namelijk een geurtje van Rituals winnen. Het zij een vrouwengeurtje of het mannengeurtje. Wat je daarvoor moet doen, kan je in mijn vorige video terugzien. In deze video deel ik mijn reisdoelen voor het nieuwe jaar 2020. Ik vertel je hoe ik dit aanpak, wat mijn doelen zijn. En op deze manier hoop ik dat jij een beetje inspiratie hebt om ook jouw reisdoelen te halen. Het leek me ook leuk om even terug te blikken op wat ik vorig jaar heb gezegd, wat mijn reisdoelen voor 2019 waren en of die reisdoelen ook zijn uitgekomen. Ik ga mijn laptop erbij pakken en nu de video van vorig jaar afspelen om te kijken of ik mijn reisdoelen van vorig jaar heb behaald. De video die ik vorig jaar heb opgenomen heet Reisplannen 2019, dromen waarmaken. Hey, welkom bij deze video. In deze video ga ik mijn reisplannen voor het jaar 2019 delen. Begin 2018 had ik een doel gesteld, namelijk meer reizen. Dit doel heb ik behaald. Ik kan met een tevreden gevoel... Superleuk dat ik het even heb over 2018 ook. Dat ik toen mijn reisdoelen had behaald. Wat heb ik dit leuk gemaakt? Ik sta versteld van mezelf. Maar goed, 2019. Er zijn zeker reisplannen voor dit nieuwe jaar. Op de planning staat namelijk Krakau. Dit willen we graag weer in het voorjaar. Ah, dat is dus weer niet gelukt. Het staat nog niet geboekt, maar het staat zeker op de planning. Krakau, we hadden een datum gepland, maar helaas leggen en alles boeken en dan komt het zeker goed. Als tweede reisje staat Valencia op de planning. Hier ga ik samen heen met Ja, vrienden. Valencia is gelukt. Zijn we naar Bordeaux geweest. Verder gaan mijn vriend en ik proberen ons droom waar te maken. New York. New York is echt een bestemming wat ik als klein meisje al geweldig vond. Ik wou daarheen. Films, maar ook mensen die daarheen gaan in die vlogs. Ik vind het geweldig om het te kijken. En ik kan niet wachten om daar ook eens een keer heen te gaan. Dus ja, mijn vriend en ik hebben wel echt zoiets van nu besloten van daar gaan we voor. Dat is ons doel. Daar gaan we naartoe werken. Het is alleen nog steeds een dingetje met onze kat. Van hoe gaan we dat doen? Thuis zitten met een kat die diabetes heeft. En dit betekent 2 maal daags insuline spuiten op vaste tijden. We hebben daar wel een idee over. Ja, het reisdoel New York is dus niet behaald. En ik leg het ook al in de video van vorig jaar uit dat ik ook wel twijfelde eraan of het zou lukken. Want we zitten met een kat met diabetes. En ja, lang verhaal, maar het is gewoon lastig voor ons om samen op vakantie te gaan. Ik hoop Rotterdam ook nog meer te gaan verkennen. Ik ben er regelmatig van. Rotterdam meer verkennen, dat is gelukt. Video en graag zie ik je volgende week weer. Doeg! Ja, superleuk om terug te zien. Nou, echt superleuk om weer even terug te kijken naar een video die ik vorig jaar heb opgenomen. Ik was vergeten dat ik Krakau echt had opgenoemd als reisdoel. Stond altijd wel wat in de planning, maar ik wist niet dat ik dat zo had uitgesproken. Krakau, nou, het stond echt op de planning. Een lang weekend in december. We hadden al de datum vastgesteld, mijn moeder en ik. Maar helaas, ja, het was toch niet mogelijk. Ook dit had weer te maken met onze kat Sissy. Er stond ook tussendoor een verhuizing op de planning in die maand. In Rotterdam. En we zaten gewoon met de kat. We wisten echt niet hoe we dat voor elkaar moesten krijgen. Het was gewoon heel erg belangrijk dat ik bij Sissy de push zou blijven om voor haar te zorgen. Maar ja, dus helaas. Maar goed, die is niet gelukt. Wat wel is gelukt is Valencia. Daar ben ik dit jaar heen geweest. Ik zou zo graag weer naar Valencia terug willen, want dat is echt een fantastische stad. En verder noem ik New York op, wat helaas niet is gehaald. Ik noemde al in de video van,
Ik weet niet zeker of het gaat lukken, maar we gaan ons best doen. Ik had het echt wel voor ogen. Ik werkte er echt naartoe. Maar ook weer vanwege onze poes, Sissy met diabetes, is het ons niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen. En ik wil Sissy niet helemaal de schuld geven. We hebben ook bepaalde keuzes gemaakt in een wonen. Ik ben nu net verhuisd weer binnen Rotterdam. Ook vanwege de financiën leek het ons handiger om ons droomreis naar New York nog even uit te stellen. Het is gewoon handiger om dat te doen. En daar heb ik ook vrede mee. Ik baalde niet van zozeer dat ik dat reisdoel niet heb behaald. Want ik weet zeker dat het gaat komen. De reisdoelen voor 2020. Wat zijn die van mij? Nou, eigenlijk is mijn doel geweest niet te veel doelen te stellen. Ja, het leek me toch niet zo handig om te veel te willen. Ook omdat er dit jaar ook nog wat meer veranderingen zitten aan te komen, verwacht ik. Ja, en je wil niet aan het eind van het jaar teleurgesteld zijn dat al die dingen niet gelukt zijn. Ik heb wel wat doelen. Onder andere Krakau komt weer naar boven. Ieder jaar ga ik met mijn moeder op stedentrip. Dus Krakau, dat moet er nu echt van komen. En daar heb ik de volste vertrouwen in dat dat gaat lukken. Verder heb ik als reisdoel gesteld om wat vaker erop uit te gaan. Vanuit Rotterdam kan je heel makkelijk naar België, eventueel Frankrijk, Parijs bijvoorbeeld met de Flixbus, een lang weekend. Dat lijkt me echt fantastisch. Kortom, gewoon wat vaker er korter op uit. Ook meer hier van de omgeving nog te ontdekken. Ja, dus dat eigenlijk. Meer korte tripjes, meer dichter hier bij ons in de buurt. Minder het vliegtuig dus ook pakken. Ik denk alleen de stedentrip Krakau dat met het vliegtuig wordt. Maar verder heb ik niet verre reizen of zo op de planning. Ik hoop gewoon wel lekker naar een tropisch strand nog dit jaar te gaan. Maar goed, wat ik al zei, ik wil niet te veel doelen stellen voor het jaar 2020. Ik laat het allemaal een beetje open. Maar goed, dan kom ik op het punt van hoe pak ik dat aan zodat ik mijn doelen wel behaal. Nou, dat laat ik nu even zien. Nou, ik heb dus wel bepaalde doelen voor het jaar, ook al zijn ze niet heel concreet. Ik heb ze wel. En hoe zorg ik er nou voor dat ik die doelen wel ga behalen? Wat ik een prettige manier vind en wat ook uit onderzoek blijkt dat dat echt werkt, is om het te visualiseren. En dan bedoel ik niet visualiseren alleen in je hoofd. Tuurlijk is dat ook goed als jij bijvoorbeeld iedere ochtend even opstaat en denkt aan wat je doelen zijn en wat je graag wil die dag of dat jaar, wat je wil bereiken. Dan ga je daar ook automatisch meer naartoe werken, hè? Dan word je gemotiveerder. Maar visualiseren bedoel ik ook, maak bijvoorbeeld een moodboard of een Pinterest board met alle afbeeldingen wat jij graag wil voor het nieuwe jaar. Het kan op reisgebied, maar het kan natuurlijk ook op werkvlak of whatever. Ga het visualiseren. En uit onderzoek blijkt ook echt dat dit werkt, want je wordt er continu mee geconfronteerd. Als jij bijvoorbeeld een vision board maakt een met allemaal plaatjes, hè, je plakt dat allemaal op, lekker knippen plakken, mooi op een grote collage en in je woonkamer zet, dan word je er dagelijks mee geconfronteerd, waardoor je er automatisch ook meer naartoe gaat werken. Iedere dag zie jij weer misschien een prachtig huis aan het water waar jij graag later wil wonen. En dan heb je echt die dag zoiets van, ja, ik ga ervoor, ik ga vandaag weer keihard knallen, of ik ga zuiniger aandoen, ik ga meer geld opzij zetten om dat te betalen. Noem het maar op. Je wordt echt getriggerd om meer naar je doel te werken. Nou, dat geldt dus ook voor mij. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik sta ook nog steeds op het punt om een vision board te maken. Ik heb alles al ingekocht ervoor en ik hoop deze week daarmee aan de slag te kunnen gaan. Anders had ik hem uiteraard al laten zien, maar hij is nog niet af. Wat ik wel heb gedaan is een Pinterest board gemaakt en daar plaatjes verzameld van waar ik graag heen wil. Of wat ik voor ogen heb voor het nieuwe reisjaar. En die ga ik even met jullie delen. Dus wat ik doe is gewoon naar mijn Pinterest board gaan. Hier heb ik mijn bord van reizen 2020 staan. En ik heb er al een paar plaatjes in, maar er komt komende week gewoon veel meer bij, verwacht ik.
Nou, wat je ziet is een plaatje van een zon bij mij. En daarmee doel ik meer ook op meer naar buiten gaan. Meer lekker wandelen, de omgeving verkennen. Gewoon wat meer genieten, wat minder binnen en meer buiten te zijn. Nou, New York komt er natuurlijk weer naar voren. Ook al lukt het misschien niet dit jaar. Ik heb dat doel nog steeds voor ogen. Dus ik werk daar nog zeker naartoe. Parijs. Het lijkt me geweldig om even een lang weekendje naar Parijs te gaan. Krakau staat er natuurlijk weer op. En ik heb ook een plaatje van palmbomen staan. Want ik heb echt zin om lekker naar een tropisch strand te gaan. Met warm weer. En ja, echt een lekkere zomervakantie. Met prachtige stranden. En ja, dus ik geen idee nogmaals of ik het kan waarmaken. Maar door middel van hier naar te kijken en plaatjes te verzamelen. Dan heb ik er echt zin in. En dan heb ik er ook zin om voor te gaan. En om er naartoe te werken. En wat ik eigenlijk hierin zou adviseren is gewoon om iedere ochtend, bijvoorbeeld tijdens je ontbijt, lekker naar je Pinterest te gaan en plaatjes te verzamelen. Of gewoon even er doorheen te scrollen en te kijken wat je al hebt verzameld. He, dan begin je de ochtend gewoon best wel vrolijk lijken, maar want je hebt er dan zin in. En ja, dus dat is mijn advies voor jullie. Nu ik deze video aan het bewerken ben, kom ik erachter dat ik wat ben vergeten om te zeggen. Ik denk dat ik bij mijn hoofd al bij die oliebollen zat die naast mij staan. Want daar had ik ontzettend veel zin in. Dus ik heb de video niet goed afgemaakt, maar daarom deze korte aanvulling. Wat ook belangrijk is om te doen om je doelen echt te behalen, is om toch die vision board te maken. Ik noemde dus al een Pinterest board, maar maak ook echt een vision board. En zet het op een plek zodat je daar ziet. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten of je reisdoel haalbaar is en om daarachter te komen, bereken hoeveel geld je nodig hebt voor je reis en maak een spaarplan. Heb jij van tevoren al zoiets van, nou dat gaat never, nooit dit jaar lukken, zoveel geld heb ik niet, dat krijg ik ook niet voor elkaar. Ja, maak daar dan ook niet je reisdoel van, want dat heeft geen zin. Dus bereken hoeveel geld je nodig hebt en maak een spaarplan. En als derde tip heb ik, begin met boeken. Wil je iets bereiken, dan moet je in actie komen. Zonder actie gebeurt er helemaal niks. Dus heb je een reisdoel, heb je het geld ervoor, zijn je vakantiedagen voor die periode al opgenomen, boek het dan ook. Als jij eenmaal dat ticket hebt geboekt, dan kan je niet meer terug en dan gaat het er zeker van komen. Heb je vragen over het boeken van je reis? Neem gerust contact met mij op, want je kan ook je reis via mij boeken. En ik help je met al je vragen. Stuur dan even een mailtje naar info@livelovetravel.nl. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw reisdoelen zijn voor dit jaar, voor komend jaar. Wat zijn je plannen? Je mag ze delen van klein naar groot, whatever. Wat wil jij graag dit jaar meer doen op reisgebied? Waar wil jij heen? Ik hoop dat jullie de video leuk vonden en dat jullie er wat aan hebben gehad. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Dat kan heel makkelijk door hieronder op de rode knop te drukken. Het is gratis. Graag wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wens jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar. En hopelijk zie ik jullie volgende week weer terug. Doeg!